Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is CTA 5 LSP Farmer en vandaag ga ik pad met de T6 zoals ik in de vorige video had aangegeven. We gaan een soort avond-nacht dienst draaien. Dus inmiddels de zon gaat heel langzaam onder en we zullen waarschijnlijk deze video nog wel de nacht gaan treffen. Desalniettemin is het nog steeds warm, dus hebben we lekker de zomerkleertjes aan. Wat houdt dat in? Als je de vorige video niet hebt gezien, eigenlijk gewoon alles wat een normale agent aan heeft, alleen de polo met de gele strepen is dus vervangen door een zwart t-shirt. Ik verzin het niet zelf, hebben ze in het echt ook bijzonderheden om te melden vandaag? Nee, eigenlijk niet. Laten we gaan, ja zeker weten. Het is nu terug op de weg. We gaan van alles in de gaten houden. We gaan hier trouwens naar links zo meteen. Nee, we kunnen wel rechtdoor. Maar anders gaan we Kamar gebieden en dat moeten we niet hebben. Daar is Kamar niet blij mee. An assault with a deadly weapon in La Porta. Ja, er wordt geschoten hier. En flink ook. Waar is dat? Verdachte lijkt er met een voertuig vandoor te gaan. En nu ga ik even cheaten hoor, want hier kan niet tegen deze langzame bak. Ik moet hem iets sneller maken. Oh zee, verdachte gaat er vandoor. Wij knallen met een T6 achteraan. Daadwerkelijk schoten gelost, we hebben ze gehoord. Nu kan ik niet met zekerheid zeggen wat deze persoon betreft, gezien dit het enige rode stipje was op de map. Dus ja, ik ga ervan uit dat ik hier... Oeh, dat was een hele slimme outplay geweest. Als hij daadwerkelijk naar rechts was gegaan, dan was ik hem niet, of haar, want het is een vrouw geloof ik, niet kunnen volgen. Maar zo slim zijn ze niet. Er gaat een voertuig, die rijdt er ook nog, het blauwe stipje. En ik geloof dat hij daar achteraan zit of achteraan zat. We gaan nu in ieder geval proberen deze verdachte te stoppen en dat moet uiteraard met een BTGV gaan gebeuren dadelijk. Iets van een Audi of een, ja ik denk een Vito zit er ook nog bij, maar die kan ons niet zo goed bijhouden. Handen omhoog houden. Welke dag de wegen wordt er geschoten? Op je knieën en liggen. Nogmaals, welke dag de wegen wordt er geschoten? Collega's van links, hebben jullie vuurlijn? Ja, oké, top, ik ga naderen. Is er eenmaal aanhouding? Alles onder controle. Aan de overkant wordt gevochten, boys. Kunnen jullie daar even gaan kijken misschien? Oké, mevrouw. Er zijn geen vrouwelijke collega's in de buurt. Ik ga je daarom even fouilleren. Heeft u vuurwapens bij of andere verboden middelen? Zeg het mij dan niet. Geen vuurwapen aangetroffen. Dat is jammer. Kan ik dit voertuig bezoeken? Nee, dat kan ik ook niet meer. Ik ben heel benieuwd wat hier aan de hand was. Ik ben in ieder geval aangehouden voor negeren, stopteken en dus mogelijk ook verboden wapenbezit. En dat soort dingen. Moeten we allemaal gaan uitzoeken, want ik weet het gewoon niet wat er allemaal is gebeurd. Dus u gaat mee en het voertuig gaat mee, die kan niet zo ver blijven staan. En dan kunnen we die nog laten doorzoeken door de recherche of
wie dan ook. Collega's van de Volvo zijn vriendelijk om mevrouw mee te nemen. Takelwaggel komt van die kant. En zo is de weg alweer heel snel vrijgegeven. Soms heb je even geen tijd om je kogel weer een vest aan te doen, dan moet je gewoon gaan rijden. En is het er nog goed gekomen. Moet ik zeggen, die steekwerende vesten die zijn ook wel kogelwerend, al heeft het niet de voorkeur natuurlijk. Om alleen maar die te dragen. Nu heeft zo'n zwaar vest, hoe ze die ook wel noemen, natuurlijk echt wel de voorkeur. Maar als het even niet anders kon, dan zou, geloof ik, en dan weet ik bijna 100% zeker, zo'n steekwerend vest ook nog wel een kogel kunnen opvangen. Niet van de AK-47 of van een .50 kaliber sniper, hè. Dat begrijp dat, begrijp me niet verkeerd. Kijk, daar gaat de Texas in Grande Sonora Desert. Dat is niet zo mooi. En hopelijk is het een moment. Maar zo te zien is het geen moment. Ja, keurig. Ga jij maar rechts langs en ga ik daar wel links langs. Nee, dat lijkt me geen... We houden nog even hoop. Nog even rust, laat alles weer even opnieuw inladen, dat te zien. Ja, weet niet. Oké, we gaan gewoon naar door. Volgt hier in eerste instantie een bericht voor alle wagens, een bericht voor alle wagens. Kijken naar verdachte situatie. Citizens report suspicious activity in... Caller is Mikey McCripp. Description, white male, heavy build, wearing a dark jacket. Dat is de melder. Dus die gaan we eerst even spreken, dat betreft dus een verdachte situatie. En hij heeft iets verdachts gezien dan. Bij een pinautomaat. Of een geldautomaat, hoe je dat wil doen. Of een bank, misschien is het wel gewoon een bank. Beetje gebruik maken aan de vrijstaan, zoals die auto hier ook doet, perfect, niks mis mee, zeker niet, zodat we toch wat sneller ter plaatse kunnen komen. Kijk, want hier staan we, heeft niemand groen, ja hun hebben groen, maar ze stonden nog stil, dus waarom zou ik dan niet even langs gaan toch? En ook hier, vrije baan voor mij, het groene licht geldt voor links. Rechts komt een auto, ja, die geef ik ook gewoon voorrang. Niemand heeft last van mij en ik kan toch lekker doorrijden. Attention all units, officers have arrived. Goed te zien staat onze getuige hier. Wat heb jij allemaal aan? Goeiedag schotel, hoe heet die ook alweer? Mickey? Mike? Mickey? McCripp? Hoi! Hey, vertel me eens, wat heb je gezien? Oké, okay. Daadwerkelijk al een diefstal van geld nadat iemand had gepint. Oké, okay. Hoe zag deze vrouw eruit? Een black female, sportief gebouwd, rood haar, licht jasje, donkere jas. Daar zit wel niet met de ATM. En waar is deze persoon heen gegaan? Sedan? Oké, okay, in een voertuig dus. Naar Alta Street, dus geloof ik die kan op. En weet je iets meer van het Grey Karen sedan. Suspect is in a Grey Karen sedan. Okay, heb je van mij nou wat gegevens? Kan ik die opschrijven van jou? Mochten we je later een keer bellen? Near Elgin Avenue. Oké, ze hebben geloof ik al zicht waar het voertuig rijdt. Dus meneer, ik ga je hartstikke bedanken en ik ga snel die kant op. Joejoe. Kijk, een mooie is nu, ik heb geen idee hoe dat voertuig eruit ziet. Ook al heeft hij het gezegd, maar denk je dat ik dat heb opgeslagen? No way. Target spotted near Low Power Street. Kan hier beneden zijn of hiervoor? Hè? Light jacket, red hair, dark woman. I think we got her.
toch? Rijd de rood. Ik denk dat we hier wel eens kans maken. Grey Karen Sedan. Ik ga het volgende kenteken voor u aantrekken. 9, 9, Lima, Papa, Papa, 0, 1, 0. A warrant issued. Maar het doet wel aan het reglement, hè? Nu zijn het, ja, niet helemaal rood haar en zo. Maar deze mevrouw wordt sowieso nog gezocht, dus... Hey. Hallo mevrouw, mag ik graag van u documenten van uzelf en van het voertuig? Thanks. Dank u wel. Ik ga even... Zo. Ja, kunnen we u vertellen waar u 5 minuten geleden was? Dat gaat u niks aan. Oké, heeft u wapens bij? C, verdachte gaat er vandoor. Ik heb een vuurwapen gepakt, een zware vuurwapen. Uitstappen. Hold up! Staan blijven. Ik ben heel duidelijk geloof ik. Dat was iets te duidelijk. Oké, little problem. Oh, dat wilde ik dus wel, maar dat ging per ongeluk. Oké, de verdachte is dus door mij geslagen omdat ze zich verzetten. Morgen, chef. Jesus Christ! Deze zie ik hem nog even kijken hier. Ja, gaan we nog wat doen aan het vrouwken of niet? I got you covered. Nou, ik zal wel even die auto op de kant zetten. Zo. Keurig. Die gaan we sowieso wel afstepen. Zijn we daar al vanaf? We gaan even afwachten. Mevrouw gaat toch mee naar het ziekenhuis. Dan gaan wij een eenheid via het OC opvragen om naar het ziekenhuis te gaan. Om daar mevrouw te bewaken en dus aan te houden als zij is ontslagen. Of misschien zelfs in het ziekenhuis al aanhouden. Misschien had ik dat nu al moeten doen officieel. Dikke Audi ga ik binnenkort mee opnemen trouwens. Wij gaan hier wegrijden, dan wordt het verkeer hier wel vrijgegeven. En dan is deze melding ten einde. En we denken toch redelijk goed. Met een slag was niet zo netjes misschien, maar we hebben de verdachte gevonden. En hopelijk krijgt het slachtoffer van de overval al zijn geld en dingen terug. We have an assault with a deadly weapon. En meteen hebben we door. Naar Schoten gelost. Bij de ambulance, dat gaat niet goed. Oeh, oeh,
Oké. De DSI schiet mee, geloof ik. Eenheid hier ook. Oké, wat is daar los? Ik weet wat daar los is. Het voertuig zit achter die vrachtwagen aan en er wordt gewoon vanuit het voertuig geschoten op die vrachtwagen. Zo. Handen omhoog. Omhoog. Op de knietjes. Nope. Dat was mijn fout. Stoppen. Aanhouden. You ain't never getting out of prison. Wat een gaasdienst. Backup needed for a suspect placed under arrest on Calais Avenue. Adam 6, copy. We'll check it out. Roger. We gaan door naar de laatste melding. En we gaan gewoon op de X drukken. Citizens report en a petty theft dat on we achter een gestolen fiets aangaan. Het is de eerste beste man of vrouw die ik op mijn fiets zie. Die is voor mij. Oké, de fiets gaat er vandoor. Nou, wat gaan we doen, zeg maar. Ik ga niet rennen, dat weet ik wel. En ook niet proberen met E de verdachte tot stilstand te krijgen zonder wapen, dus ik richt meteen mijn taser erop. We gaan er niet moeilijk over doen. Hoppakee. OC, transport je deze kant op. Eenmaal fietsen die we aanraden. Backup required for a suspect placed under arrest in Pillbox Hill. Ocean 1, we can get that. Roger. En ik ga jullie bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden. Ik zie jullie graag een paar dagen bij een nieuwe video. Wat het zijn, geen idee. Daar ga ik zo de volgende bedankt. Die pakken we de volgende keer wel weer. Veel sirenes. Tot de volgende. Doei.